Welkom bij de e-training Hoe maak je een budgetplan voor je huishouden. Heb jij wel eens problemen om goed uit te komen met je maandelijks budget? In deze training leer je om beter om te gaan met je geld. Zorg voor inzicht. Elk plan begint met inzicht in de huidige situatie. Zo zul je ook eerst moeten weten hoeveel geld er binnenkomt en waar het vervolgens heen gaat. Houd je aan het einde van de maand geld over of kom je altijd geld tekort? Hou je geld over, zet dat dan op een spaarrekening. Laten we een voorbeeldbudgetplan opstellen en beginnen te kijken hoeveel inkomen je hebt. Stel, je bent een alleenstaande moeder met een vaste baan en een dochter van 7 jaar. Je krijgt op basis van je salaris ook zorgtoeslag en voor je dochter heb je ook recht op het kindgebonden budget. Je inkomen ziet er dan als volgt uit. Salaris 1800, zorgtoeslag 18, kindgebonden budget 316. Totaal inkomen per maand 2134 euro. Van dit maandelijkse inkomen moet je dus al je uitgaven doen. Het geld dat je overhoudt kun je opzij zetten voor een vakantie of een studie. Hou je aan het eind van de maand geen geld over, dan geef je meer geld uit dan er binnenkomt. Dan moet je iets veranderen en een budgetplan kan heel goed helpen. Laten we nu kijken hoeveel je maandelijks uitgeeft. Deze uitgaven kun je onderverdelen in vaste uitgaven en variabelen. De vaste uitgaven zijn de uitgaven die elke maand terugkomen en veelal hetzelfde zijn. Denk hierbij aan de huur van je woning, de energie, je zorgverzekering, je abonnement voor je telefoon, je televisie- en internetabonnement en de overblijfkosten van je kind. Een voorbeeld van je vaste uitgaven kan er als volgt uitzien. De huur 800, energie 80, zorgverzekering 100, telefoon 50, tv en internet 35 en de bijdrage voor de overblijf 30 euro. Totaal kom je uit op 1065 euro. Andere vaste maandelijkse kosten zijn de verschillende abonnementen die je hebt lopen. Denk hierbij aan een sportabonnement of een abonnement op een tijdschrift. Maak hier een apart rijtje voor. De sportschool 30 euro. Ballet van je dochter, ook 30 euro. Abonnement op de krant, 16 euro. Abonnement tijdschrift, 5 euro. Totaal van deze lopende abonnementen is 81 euro. Alle vaste kosten bij elkaar opgeteld komt op een bedrag van 1065 plus 81 is 1146 euro. Nu kijken we naar de variabele kosten. De kosten die elke maand anders zijn. Ze komen vaak wel elke maand terug, maar het bedrag is niet hetzelfde. Noteer het gemiddelde bedrag dat je uitgeeft en dit geeft een goed beeld van je uitgaven. De boodschappen, bijvoorbeeld 400, persoonlijke verzorging 22,50, vervoer 80 euro en kleding 100 euro. Dan heb je ook de uitgaven voor de feestjes waar je dochter voor wordt uitgenodigd. Hoeveel geef je gemiddeld uit aan een cadeau? En hoe vaak wordt je dochter uitgenodigd op een feestje? Stel dat er eenmaal per maand een feestje is en dat je 10 tot 12,50 uitgeeft aan een cadeau. In het overzicht noteer je dan het hoogste bedrag. Je gaat zelf vast ook wel eens naar een feestje. Bedenk hoeveel je uitgeeft aan een cadeau. Zeg tussen de 15 en de 20 euro. Ook hier noteer je het hoogste bedrag. Dus de feestjes van je dochter is 12,50 en een feestje van vrienden is 20 euro. Dan heb je ook nog de uitgaven aan bijvoorbeeld je hobby of een keertje uit eten. Stel dat die uitgaven per maand gemiddeld uitkomen op een hobby van 25 en uit eten of uitgaan van 75 euro. Alle variabele uitgaven tel je bij elkaar op en dit komt dan neer op een bedrag van 735 euro. De totale uitgaven, de vaste plus de variabele, die komen neer op 1881 euro. Nu kunnen we uitrekenen hoeveel je maandelijks overhoudt. Dat is dus de inkomsten minus de uitgaven. De inkomsten 2134 min de uitgaven van 1881 komt neer op 253 euro. Dit is uiteraard een voorbeeld. Jouw inkomsten en uitgaven zullen er heel anders uitzien. Maar dit voorbeeld geeft je wel een beeld van hoe je inzicht krijgt in je inkomsten en uitgaven. De moeder in dit voorbeeld houdt maandelijks gemiddeld een bedrag van 253 euro over. Zij kan nu plannen maken waar ze dit geld aan wil besteden. Verstandig is het dan te denken aan een potje voor onvoorziene uitgaven, bijvoorbeeld wanneer de wasmachine stuk gaat.
Zo heeft iedereen zijn eigen wensen. Waar kun je op besparen? Weet je inmiddels waar jij je geld maandelijks aan uitgeeft? Er zijn vast een aantal kostenposten die eigenlijk niet hoeven of die je kunt verminderen. Wanneer ben je voor het laatst overgestapt van energieleverancier? Heb je wel eens onderzoek gedaan naar een goedkoper telefoonabonnement? Of kun je minder kleding kopen? Welke post je ook kiest, wees realistisch. Je zult het niet volhouden als je niet volledig achter je keuze staat. Stel jezelf de volgende vragen. Heb ik dit echt nodig? Kan ik het ergens anders goedkoper krijgen? Kan ik het ook met minder doen? Een abonnement op een tijdschrift heb je niet echt nodig. En ook een abonnement van de sportschool waar je toch niet heen gaat, waarschijnlijk ook niet. Hardlopen is namelijk ook sporten. Een aantal voorbeelden van kosten waar je zeker op kunt besparen. Energie, telefoonkosten, abonnementen, eten en drinken en vervoer. Er zijn heel veel vergelijkingssites waar je de energieprijzen kunt vergelijken. Ga er eens een avondje voor zitten en kijk welk abonnement het beste bij jou past. Vraag ook eens aan je buren of vrienden welke ervaring zij hebben met een bepaalde leverancier. Elke energiemaatschappij heeft zijn eigen aanbiedingen. Lees dan ook de voorwaarden goed door. De addertjes onder het gras kunnen je soms duur komen te staan. Telefoonkosten. Wanneer je telefoonabonnement is afgelopen en je telefoon nog prima werkt, kun je ook overstappen op een SIM-only abonnement. Dat is veel voordeliger dan een abonnement waar je ook deels voor het gebruik van de telefoon voor betaalt. Ga eens na welke abonnementen je allemaal hebt die automatisch van je rekening worden afgeschreven. Loop hiervoor je bankrekening eens na. Maak je echt optimaal gebruik van deze abonnementen? Bijvoorbeeld van een sportschool of een tijdschrift. Het loont vaak om losse edities te kopen of een strippenkaart bij de sportschool. Je zit dan nergens aan vast en maakt er alleen gebruik van wanneer het nodig is. Eten en drinken. Het is makkelijk en verleidelijk om snel iets te eten of te drinken te kopen op het station. Een kopje koffie kost al snel minimaal 2 euro, terwijl je het thuis voor nog geen 20 cent kunt maken. Iets vaker producten kopen die in de aanbieding zijn bij de supermarkt kan op maandbasis echt wat euro's schelen. Of vaker water drinken in plaats van frisdrank. Dat is nog gezonder ook. Zo kun je jezelf ook heel kritisch naar je boodschappen kijken. Openbaar vervoer en de auto zijn makkelijk, maar alles kost geld. Ook parkeerkosten kunnen behoorlijk oplopen. Het zijn elke keer kleine bedragen, maar als je eens optelt, zul je schrikken hoeveel je per maand, laat staan per jaar, hieraan uitgeeft. Fietsen is gezond en kost niets. Besparen op je uitgaven is nodig wanneer je meer wilt sparen of schulden moet afbetalen en het niet mogelijk is om meer te verdienen. Het heeft ook met je eigen wensen te maken en je bereidheid om sommige perioden met wat minder te doen. Hoe kun je sparen leuk maken? Probeer elke maand een vast bedrag over te maken naar je spaarrekening. Kom je een keer geld tekort, dan is de spaarrekening je redder in nood. Spaar als het kan automatisch, zodat je er geen omkijken naar hebt. Maar waarvoor spaar je eigenlijk? Schrijf een aantal doelen op, bijvoorbeeld een nieuwe auto, een vakantie, een studie voor jezelf of voor je kind, een nieuwe broek. Schrijf grote en kleine spaardoelen op. Kleine doelen halen, houd de motivatie erin. Online kan je vaak spaardoelen ook toevoegen aan je rekening. Zo kan je zien hoeveel er elke maand in het potje zit en welk doel je hebt gehaald. Deze moet je vieren. Hoe kom je van je eventuele schulden af? Een studieschuld, een veel te hoge lening, uit je dak gegaan met je creditcard. Door de jaren heen kun je soms behoorlijke schuld opbouwen. Sommige had je kunnen voorkomen, andere liggen buiten je schuld om. Wat de oorzaak ook is, je wilt er zo snel mogelijk vanaf. Maar hoe doe je dat? Je zult een plan moeten maken. Probeer als eerste inzicht te krijgen in de hoogte van je schulden. Dit proces kan heel confronterend zijn, maar je zult er doorheen moeten bijten. Hou voor ogen dat aan het eind van de tunnel er een prachtige zon schijnt. Stel, je hebt door een scheiding niet alle vaste kosten kunnen betalen. Deze zijn inmiddels opgestapeld tot een behoorlijk bedrag. Hoeveel, weet je niet precies. Maar het lijkt bijna niet te behappen. Er is altijd wel een oplossing. Begin met een overzicht te krijgen. Dat is stap 1. Overzicht van je schulden in dit voorbeeld. 2 maanden huur,
1600. 3 maanden zorgverzekering niet betaald, 300. Motorrijtuigenbelasting, 230 euro en een parkeerboete van 150. Toeslagen die je terug moet betalen, 325. Totaal is dit een bedrag van 2605 euro. Een aantal van deze bedragen is misschien al uit handen gegeven aan een incassobureau. Daar wordt een torenhoge rente gerekend en heel hoge extra incassokosten. Bij de Belastingdienst is de rente wat lager, maar daar kun je weer problemen krijgen met voorlopige teruggaven, omdat die dan worden ingehouden totdat de boete is voldaan. Neem zo snel mogelijk contact op met het incassobureau om te informeren naar de huidige stand van de boete. Durf je de telefoon niet te pakken, dan kun je ook een e-mail sturen om de laatste stand op te vragen. Je krijgt meestal binnen 2 werkdagen antwoord. Als er meerdere dossiers lopen bij hetzelfde bureau, dan kun je misschien 1 regeling treffen. Je hebt inmiddels alle laatste bedragen opgevraagd en het blijkt dat je totaal een schuld van 3000 euro hebt. Daar slaap je 's avonds niet lekker van. Maak dus een betaalplan. Het geld dat je maandelijks overhoudt, kun je gebruiken om je schulden af te lossen. Je kunt ook minder uitgaan of minder kleding kopen om zo extra geld maandelijks te hebben voor het aflossen. Bekijk welke schuld de hoogste rente heeft. Die komt bovenaan de lijst te staan. Dat zijn de schulden waar je het eerste vanaf wil komen. Stel, je hebt per maand een bedrag van 300 euro over. Het liefst wil je sparen voor die ene leuke vakantie. Maar helaas, aflossen van de schulden heeft echt prioriteit. Als je maand niet uitgaat of geen kleding koopt, kun je bijvoorbeeld nog eens 100 euro extra overhouden. Zo heb je 400 euro om je schulden af te lossen. Geen enkele schuldeiser wil lang wachten op zijn geld. Dus ze zijn vaak al blij als ze maandelijks een klein bedrag kunnen krijgen. Een betaalplan maken is ook afhankelijk van het type schuldeiser. Voor de huidige schuldeisers uit het voorbeeld zou het betaalplan er als volgt uitzien. De zorgverzekering 100 euro in 3 maanden. De motorrijtuigenbelasting 80 euro, ook in 3 maanden. Parkeerboete 75 euro in 2 maanden. En de toeslagen 30 euro in 12 maanden. De huur van 1600, daar gebruiken we het resterende bedrag voor. Belangrijk is dat je al je schuldeisers op de hoogte brengt van je betaalplan. En zij moeten uiteraard ook akkoord gaan. Met een goede onderbouwing kun je ze vaak wel overtuigen, mits je in het verleden niet te bont hebt gemaakt. Elke keer als je van een schuldeiser af bent, moet je dat natuurlijk vieren. Het geeft ook een motivatie om de financiële zaken goed aan te pakken en weer schuldvrij te zijn. Dit is een voorbeeld van een relatief lage schuld. Die is goed te overzien. Wanneer de schulden hoger zijn, is er meer nodig om een goed betaalplan op te stellen. Het kan dan verstandig zijn om een financieel adviseur te vragen je hierbij te helpen. Hoe leer je kinderen met geld omgaan? Kinderen kopiëren gedrag. Geef ze dus altijd het goede voorbeeld. Vanaf hun 5e of 6e kun je ze ook hun eigen geld geven, bijvoorbeeld door ze wekelijks zakgeld te geven. Voor geld kunnen ze ook kleine klusjes in het huishouden doen. Je wil ze immers leren dat je voor geld moet werken. Waar willen ze hun geld vooral aan uitgeven? Praat erover met je kind. Vertel ze niet op voorhand hoe ze het moeten doen. Laat ze het ook zelf aangeven en daar kan je dan in sturen. Belangrijk is dat ze de waarde van geld leren kennen. Alleen geld kunnen tellen is niet voldoende. Zakgeld is een goede en een leuke manier om je kinderen te leren hoe om te gaan met geld. Met welke bedragen begin je? Op de website van het Nibud kun je een lijst vinden van de leeftijden en bedragen. Dit is slechts een richtlijn. Kijk altijd hoeveel je zelf te besteden hebt hieraan. Het gaat erom dat kinderen leren omgaan met geld en dat kan altijd met kleine bedragen. Aan het zakgeld kun je samen met je zoon of dochter spaardoelen koppelen. Is er iets waarvoor ze willen sparen? Een middagje naar de bioscoop met vrienden of een leuk vest. Stel, het vest kost 25 euro en je dochter krijgt 2 euro per week zakgeld. Zij kan dan zelf uitrekenen hoeveel weken ze moet sparen om het vest te kunnen kopen. Komt het vest in de tussentijd in de aanbieding, dan houdt ze natuurlijk nog geld over voor een leuke blouse erbij. Of om naar de bioscoop te gaan. Ik hoop dat je inspiratie hebt opgedaan in deze training om je eigen financiële situatie eens goed onder de loep te nemen. Want van geld alleen word je niet gelukkig, maar het is wel fijn als je je geldzaken op orde hebt.
veel succes en veel plezier.